Goedemorgen mensen, vandaag sta ik in de kleedkamer bij de Nationale Opera. En vandaag is het voor mij de eerste toneelrepetitie in decor, dus ik van Jenova. Dus ik ga even wat stukjes hello filmen. Hello Robin, I'm making my little own... Hello Robin, how are you? I'm very how well, was first act all week? All good, well we did the second act yesterday, all good. Was it nice? Very nice. It's very nice on stage. This is for, this is Robin, he's very lovely, he's from England. Nou hier sta ik dan op een briefje. Daaronder, dat is ook wel leuk, staat Judith. Want die en Lilian en Rosanne en Helena, want die doen nu nog de zauberfleuten, dus dat is heel leuk. Maar nu hang ik er even overheen. Kijk, en dat is zo geinig hè, met die opera, dat allemaal mensen die je kent, die zingen hier. Dus dat is heel erg leuk en heel erg speciaal. Van de Nationale Opera, kijk, dit is het auditorium, is prachtig hè, met dat rood. Mooi, ik heb er altijd in gezeten. Ik heb er dus altijd in gezeten in de zaal. En nu mag ik eindelijk op het toneel. Dat is toch ongelooflijk. En dit is het decor. Ja, daar loopt een hele leuke technicus. Hier is de orkestbak, daar moet je niet in lazeren. En dit is dus de caravan met licht. Oh, wat een mooi licht allemaal. Het is allemaal heel mooi geworden. Kleedkamer. En hier is mijn collega, mijn lieftallige collega. Dit is even voor het filmpje op de kaart. Dit is Karen Strobels. Hoi. Zij is prima donna in Essen. Ja, hallo, hier ben ik dan. Dat is een vlogje. Ja. Ik ben hier dus nu in de make-up en ik ben dus net opgemaakt. Een beetje à la Dynasty. Ja. Want we moeten kaarten verkopen. Ja, fijn. Hè, ja, want we moeten nog kaarten als ze dit laten zien. Ik denk het wel, want als je wil mij toch zo zien met dat haar. In de derde acte. Ik vind het leuk.